Ik heb hier een pagina die we gaan opmaken met 6. Dit is voorlopig het resultaat. En je ziet dat er geen CSS in ieder geval werkend is. Het stijlblad wat gekoppeld is, is ook helemaal leeg. Het is wel gekoppeld. En we gaan het nu proberen te werken met 6. Ik heb al wat 6 bestanden gemaakt. Zo kun je die hier ook zien. Hier zit mijn CSS, style CSS. En hier is mijn main sessie CSS bestand. En die gaan we dan proberen te laten werken. Hierin staan dan dat je andere bestanden importeert. Zodat je lekker gestructureel kunt gaan werken. We gaan eerst 6 installeren in dit filmpje. En daarvoor pakken we de terminal. En we zitten gewoon globaal hier te werken. En dit moet dus maar 1 keer gebeuren, zodat je ook 6 op je computer hebt staan. En dat is via Node Package Manager. We nemen aan dat deze al geïnstalleerd is, dat Node op je computer staat. Node Package Manager. En dan kies je 6-G. Dit geheel kun je ook vinden op de site van 6 zelf. Hier staat de homepagina, hier is de installknop. En met de command line kun je het volgens deze manier zo neerzetten. Er staat hier een andere volgorde, laat ik die maar even overnemen. NPM install -g. -g betekent dat het globaal gebeurt. Hier betekent dat het geïnstalleerd wordt door NPM. En het betreft hier 6. Op dat manier wordt hier dus gedownload. En kunnen we kijken of die geïnstalleerd gaat worden. Dat is gebeurd, er zijn geen errors. Je kunt ook nog controleren of 6 inderdaad nu staat. Dat is 6. --version. En dan zie je dus dat hij met Dart is gecompileerd en we versie over 1.20 beschikken. Dan is het goed dat je naar je projectmap toe gaat. Dus dat is met change directory, cd. En we kiezen daarvoor dus de finder. Nog even naar mijn terminal terug. Hier is mijn projectmap. En dan staat hij daar en dan kunnen we LA6 laten kijken naar de verschillende bestanden. Dat is dus het commando 6 en dan in dit geval --watch. En dan geef je het bestand aan die eigenlijk de bron is van alle 6 CSS. Dat zien we hier dus, die is in de map. Met de root geef je dat dus meer S CSS en daarin zit hier main C is CSS. Dan geen spaties en dergelijke, gewoon meteen daarachter het dubbele punt en gevolgd daardoor het stijlblad, eventueel met pad, in dit geval CSS en daar style .css. En dan hebben we hier dus op dit moment, gaan we kijken of die werkt. En we hebben als het goed is natuurlijk ook, kunnen we ook hier style CSS nu proberen opnieuw te openen. En die staat nu helemaal vol. Die is dus gecompileerd uit alle bestanden die wij hier op dit moment nog hebben. Dat geeft natuurlijk ook een resultaat. We hebben hier zo op de server draaien, we zien ook dat die werkt. De footer is nog niet opgemaakt. Ik heb wel een footer 6 bestand gemaakt. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Home, waar hier trouwens een extended wordt gedefinieerd. Waar we gewoon ook met accolades en met puntkomma's op het eind werken, heb ik hier een echt 6 bestand staan. Daar staan geen puntkomma's, die geven echt wat foutmeldingen. Er zijn ook geen accolades, het is alleen de footer. Die gaat ook van de extensie gebruik maken, die gaat ook de extend kenmerkend gebruik maken. We moeten hem nog eventjes koppelen, dat doen we dan in main CSS. En dat gebeurt in dit geval dus met het import. En dan tussen quotes de naam. En het bestandsnaam was dus een laagstreepje met footer.6, als het hoeft allemaal niet geïnstalleerd te worden. Het maakt ook niet uit of je 6 bestanden, sessie CSS bestanden gebruikt. Je kunt ze zelfs als een footer sessie CSS gemaakt zou zijn, zou het zelfs tot een foutmelding kunnen leiden.
Goed, we slaan dit op. En we gaan kijken of dat ook tot een gevolg hier leidt. Hier zien we meteen dat footer H1 er meteen wordt ingezet. We versieren de pagina. En we zien dus ook dat die hier beneden is. Goed, er is nog iets met CSS wel aan de hand. Misschien moeten we hier nog even kijken naar border box. Dus dan kunnen we ook hier zo weer bij. En zes hier. Box sizing. En dan is het hier border box. Maar misschien geldt dat net zo goed voor de header. Dus dan kunnen we dat natuurlijk ook daar bij die extensie neerzetten. Dus we gaan hier naar global of bij home. En dan kunnen we kenmerkend, als we die padding hier zo staan met de R in REM, natuurlijk ook box sizing toevoegen. Box sizing. Border box. We slaan dat op. We zien ook meteen dat het hier weer wordt aangepast. We zien hem zowel bij de footer als bij de H1 staan. We versen de pagina en we hebben dan niet meer die horizontale scrollbox zoals we die eerst hadden. Dit is een kleine introductie hoe je met CSS kunt werken. En ik hoop dat je er veel plezier mee gaat beleven in het structureren van je eigen CSS-bestanden.